Mag allemaal, maar we gaan nu door naar onze tweede spreker. En geeft u hem ook een hartelijk applaus. Dat is Michael Visser. Kom maar bij. Ga jij zo dadelijk, dan testen we ook gelijk even of jouw geluid het ook doet. Ga je ook opruiend te werk? Nee, absoluut niet. Nou, zo'n verhaal kun je niet. Hè. Dan ga ik de mensen alleen maar perspectief bieden voor de toekomst. Oké, okay. Want misschien even gewoon voor het bruggetje. We hebben nu een aantal dingen gehoord. We hebben een aantal plagen gehoord. We hebben gehoord wat er aan de hand is. Redenen waarom de dingen zijn zoals ze zijn. Hoe gaat jouw verhaal hier nu op door? Nou, Bastiaan heeft heel helder, en daar is weinig tegen in te brengen, geschetst wat er allemaal gebeurt, hè, in de pensioenwereld. Hè, in de AOW, in het werknemerspensioen. Maar ik ga u eigenlijk vertellen dat pensioen bent u zelf. Het pensioen zal steeds meer het resultaat worden van uw eigen arbeid en uw financiële planning. En er is vaak meer dan men denkt. Dus dat probeer ik voor jong en oud toch een beetje perspectief te bieden tussen alle negativiteit in de media. Heel goed. En nog één check, want je hoort ook wel eens dat mensen zeggen, die wetenschappers die spreken elkaar wel eens tegen. De een zegt dit is de ander. Heeft het verhaal van Bastiaan jouw wetenschappelijke zegen? Of zaten er dingen in waar je zegt, nou... Nee, volledig. Oké, nee, dan is dat goed. Dan weten we, dan kunnen we op één lijn door. Ja, nou... Fijn dat u er allemaal bent en dank u wel. En we zijn natuurlijk bij het Brabants Dagblad College. En ik denk, laten we gewoon eens even beginnen met wat pensioennieuws van de dag. In ieder geval mijn pensioennieuws. En voor de reclamecodecommissie dacht ik, pak ik even het AD. Wat staat er op de voorpagina? Baas wil alleen fit personeel. Dus ik schrok, ik ben een beetje bourgondisch aangelegd. Ik denk, oh jee, als dat maar goed gaat na vanavond. Hè? Fit, gezond blijven, dat zie je toch dat ook steeds meer een issue wordt bij werkgevers. Dus ik dacht, nou, dat is toch ook een belangrijk pensioennieuws. Kom ik daar ook nog wel ergens op terug. Daaronder staat overigens geen kroket op maandag. Ja, dat doe ik meestal op vrijdag, dus dat is prima. En het tweede is, en het was al aangegeven, het zijn de pensioendriedaags. U wordt 3 dagen lang bedolven onder pensioennieuws. U kunt inspiratie opdoen, kunt op zoek gaan naar informatie via uw werkgever, via dit soort bijeenkomsten. En het mooie is van Wijzer in Geld, zeggen dat ze ook onderzoek doen naar pensioenen. En er was een rapport verschenen gisteren, de Pensioenmonitor 2014. En ik pikte daar één element uit en dat was dat 1 op de 10 mensen in Nederland toch zo nu en dan aandacht besteedt aan hun pensioen en er tijd voor maken. En het mooie is, die 10% van Nederland zit hier in de zaal. Dus daarvoor een applaus voor uzelf, want dat zijn dus echt relatief weinig mensen die daar tijd en aandacht aan besteden. En vooral wat ouderen, hè, dus hoe ouder je wordt, hoe meer je daarin gaat interesseren, komt het ook wat dichterbij. Dus dat is een beetje het pensioennieuws van de dag. En ja, mijn verhaal deze komende 20 minuten nog gaat vooral over dat pensioen. Is dat eigenlijk wel die AOW en dat werknemerspensioen van Bastiaan? Of is het eigenlijk niet een beetje meer? Nou, en nog steeds, u kunt sms'en als u vragen heeft. Of zeggen, nou, daar ben ik het niet mee eens, dan komt het terug. Allereerst, pensioen is denk ik ook iets met emotie. Het moet je raken. En ja, ik laat een fotootje zien, dat is van de volgende spreker. Dat is de persoon die mij heeft geraakt om met pensioenen bezig te gaan. Ik heb hier gestudeerd, recht en economie in Tilburg. En ik heb het keuzevak pensioen gevolgd. En daar werd ik uitgedaagd door professor Dietvorst om een onderzoek te doen naar een nationaal pensioenregister in Nederland. En dat heb ik in 2003 met 2 medestudenten gedaan, dus alweer meer dan 10 jaar geleden. En ik weet niet of dat sommige mensen dit herkennen. Uiteindelijk is in 2011 de website www.mijnpensioenoverzicht.nl gelanceerd. Dus in 2003 werden wij uitgedaagd om een onderzoek te doen. Een database op internet waar toen, let op, meer dan 1000 pensioenuitvoerders in Nederland, pensioenfondsen, verzekeraars, meer dan 1000 eigenlijk uniform moesten gaan informeren over uw pensioen. Moet u zich voorstellen dat voor die tijd iedereen deed dat op zijn eigen manier. Uiteindelijk hebben wij dat onderzoek gedaan, zijn wij in zaaltjes geweest, veel te fout pak en stropdas aan voor pensioenfondsbestuurders en gezegd, goh, het zou hartstikke leuk zijn als u allemaal op dezelfde manier zou willen communiceren naar mensen, want als ze meerdere pensioenen hebben opgebouwd bij verschillende uitvoerders, dat ze dat ook kunnen optellen, dat dat begrijpelijk is. Nou, er was redelijk wat weerstand vanuit de sector, vanuit de pensioenfonds, die zei, ja, dat kan niet, privacy. Hoe kunnen we dat nou uniformeren? Nou, dus wij als student dachten, nou, hebben we heel dat onderzoek gedaan, gebeurt niks. Liepen we de zaal uit en ik weet het nog heel goed, op een gegeven moment een van die pensioenfondsbestuurders tikte collega Dietvorst op de schouder en zei, over 5 jaar is er dit. En eigenlijk bij heel veel dingen die ik nu zie en lees over pensioenen, denk ik ook heel vaak, nou, dit zou er over 5 jaar ook wel kunnen zijn. En dat lijkt heel lang weg, maar pensioen is wel van de lange adem. Hè, is iets voor de lange termijn. Dus heel stapje bij stapje wordt het stelsel verbeterd, maar ook de informatievoorzieningen voor u worden steeds beter. We krijgen, ik vind het zelf in ieder geval ellendig, enorm veel post in de bus, heel veel brieven, dikke brochures. Je ziet dat er nu ook wetgeving is om dat te verminderen, hè? Less is more. En ook veel meer digitale weg te zoeken, hè? Want bijna iedereen kan tegenwoordig omgaan met internet. Dus steeds meer komt op internet beschikbaar.
Nou, een van die dingen is dus www.mijnpensioenoverzicht. Wie van u heeft daar al eens op gekeken? Nou kijk, toch een grote meerderheid hier in de zaal. Dat kan ook wel kloppen met, hè, u bent hier, die 10% die er wat meer tijd en energie in besteedt. Nou, ik vind het zelf heel overzichtelijk. En die website wordt ook steeds meer uitgebreid. Er komen steeds meer mogelijkheden om daar mee te spelen met de pensioenleeftijd. En dat gaat ook beetje bij beetje, maar dat komt nog wel. Dan even terug naar dat verbreden van het pensioendenken. Want we hebben dus de AOW en werknemerspensioen. Dat zijn wel de twee belangrijkste componenten nu nog. De vraag is hoe dat over 10 of 20 jaar zal zijn. En dan hebben we 3 jaar, dit is weer een plaatje van 3 jaar geleden, van het CBS, een staatje, om gewoon eens te kijken waar halen gepensioneerden nu hun inkomen vandaan om te pensioneren. En dan zie je dus ook, als ik even kijk naar het onderste, de alle 65-plus huishoudens, het gemiddelde. Dus hier gaat het ook over gemiddelde. Bij u zal het vast anders zijn of worden. Maar 3 jaar geleden was dus ongeveer 3200 euro bruto het inkomen van een 65-plus huishouden. En waar bestond dat dan uit? Nou, ongeveer 40% kwam vanuit die AOW, die dus op dit moment wordt aangepast. Bastiaan heeft erover verteld, die gaat in stapjes omhoog. 35 tot 40% komt uit aanvullend pensioen. En aanvullend pensioen definieert het CBS, het Centraal Bureau voor de Statistiek, die definieert het als zowel het aanvullend pensioen van de werkgever als ook wat u via lijfrente spaart. Sommigen van u zullen die vast hebben. Ik kom daar zo nog even op terug. En dus een kleiner deel uit inkomen uit vermogen, denk uit spaargeld, aandelen, misschien een afgelost eigen huis. En overig aanvullend inkomen, dat kan als u een beetje bij blijft verdienen, blijft werken na pensioendatum. En hier zitten ook toeslagen in. Zorgtoeslag als u weinig verdient. Dus het is een beetje een vertroebeld beeld. Die toeslagen zijn we natuurlijk ook volop mee bezig in Nederland. Daar gaat ook van alles wel in veranderen, heel langzaamaan. Maar even voor het plaatje, er is vaak toch meer pensioen eigenlijk dan u denkt. En dat bracht ons op het idee, 2, 3 jaar geleden, van ja, ook in allerlei rapporten lees je het dat die ontwikkeling van verbreding van pensioendenken, hoe kun je dat nou voor mensen duidelijk en inzichtelijk maken? Want juist die berei aan informatie, al die papieren, al die letters, dat allemaal lezen, kunnen we dat niet in een plaatje vatten? Nou, beter goed gejat dan slecht bedacht. Ik weet niet of dat misschien de schijf van 5 voor de voedsel, de voedingsschijf, wie kent die nog? Wie houdt zich eraan? Ja, ik ook niet natuurlijk. Maar toch, het is wel een plaatje wat herkenbaar is. En de boodschap daar is, een beetje gevarieerd en gezond eten, dat zou goed zijn. Dat we dat niet doen, daar zit natuurlijk ook een parallel in met pensioen. We weten dat het wel verstandig zal zijn om, als we het zelf zouden moeten doen, te sparen voor later. Maar uit de gedragseconomie blijkt, dat doen we niet altijd. Dus daarom hebben we dit plaatje bedacht, uiteraard met toestemming van de voedingsautoriteit die daarover gaat. Die vonden het hartstikke leuk dat we dat deden. En wat je daar dus in ziet terugkomen zijn die oude vertrouwde ingrediënten AOW en werknemerspensioen en de lijfrente. Maar er zijn 2 nieuwe componenten aan toegevoegd. En dat is overig vermogen, dus denk daarbij aan stenen in je huis, wat je ook als pensioenpot kan zien, of werken na pensionering. Nou, die laatste 2 componenten ga ik met u doornemen. En dan begin ik bij het overig vermogen. Het grote verschil met bijvoorbeeld het werknemerspensioen en lijfrente is dat eigenlijk dat overig vermogen is vaak wat meer liquide. Als u pensioen opbouwt via de werkgever of in een lijfrente, staat dat vast. Dat zet u weg, krijgt u belastingvoordelen, nu aftrek en straks betaalt u daarover. Alleen dat geld, daar kunt u bijna niet aankomen, eigenlijk niet, zeg maar. Bij overig vermogen natuurlijk heeft u 50.000 euro spaargeld, dan kunt u dat zo opnemen als u volgende week zegt, we gaan lekker op vakantie of we kopen die caravan. Dus hier is veel meer discipline voor nodig. Maar dat overig vermogen, u zag het al, dat kan natuurlijk wel worden gebruikt om wat ruimer te leven na pensionering. Nou, ik wil voor nu, voor vandaag, we hebben natuurlijk niet al te veel tijd, vooral even inzoomen op de eigen woning. Er is natuurlijk ook veel om te doen in Nederland. De hypotheekrenteaftrek wijzigt wat, die wordt afgebouwd in een aantal jaren en dan nog 38% aftrek. Nu kun je dat nog, als je in de hoogste tarief zit, tegen 52% aftrekken, dan wordt in kleine stapjes afgebouwd. Dus ik wil even inzoomen op die eigen woning als pensioenvoorziening. Want, ik weet niet, kijk, je hebt verschillende soorten hypotheken. Misschien kent u wel de aflossingsvrije hypotheken. De hele periode heel populair geweest. Je gaat naar de bank, sluit de hypotheek af, onderpand woning. Nou, we dachten dat alleen die huizenprijzen maar omhoog konden gaan. Nou, dat hebben we geweten, die zijn ingestort. Uiteindelijk is de wetgever nu, op dit moment, de wetgeving is zo dat als je nu een nieuwe hypotheek afsluit en je wil hypotheekrenteaftrek krijgen, die dus wel steeds minder wordt,
dat dat alleen kan als je ook aflost. Annuitair, tenminste annuitair aflossen. Dus als ik nu een huis koop, dan moet ik elk jaar gewoon een beetje aflossen. En je leest ook veel in de krant dat mensen extra aflossen. Nou, dat kan interessant zijn, dat hangt helemaal van je situatie af. Maar dat betekent dus eigenlijk twee dingen. Als je het ziet als pensioenvoorziening, snijdt dat mes wat mij betreft aan twee kanten. De eerste is, nu minder hypotheeklast, is een lagere last dan nu, besteedbaar inkomen. Maar ook straks, als je huis helemaal is afgelost, hè, dan heb je geen maandlast, geen rentelasten meer. Dat is één. Het tweede is, als je een afgelost huis hebt, is er een grotere kans dat er overwaarde is, hè, op het moment dat je het zou verkopen, dat je naar een kleiner appartement gaat, hè, of dat je gaat huren. Dat zijn allemaal mogelijkheden. Het zegt niet dat het moet, maar het kan. Dus dat betekent eigenlijk lagere lasten. Dus ook je pensioenambitie zou dan wel wat minder kunnen zijn. Daar zitten communicerende vaten, als het ware. Dus de wetgever heeft dat al heel slim gezien, de belastingwetgever, die heeft dat al ingebouwd in het systeem. Dat is zeg maar even de woning. Dan staat er hier ook nog van ja, verzilveren. Dan heb ik het eigenlijk over als je je woning hypotheekvrij hebt en je zou het niet willen verkopen. Je wilt erin blijven wonen, wat ook blijkt uit onderzoek dat heel veel mensen dat graag willen. Soms met wat aanpassingen. Ja, dan zijn er wel wat producten op de markt, zogenoemde opeethypotheken. Maar die aanbieders daarvan zijn zeer beperkt. Hè, dat betekent ook als er weinig markt is, hè, dat je vaak naar tarieven moet kijken. Zijn die wel concurrerend genoeg? En dan zou je bijvoorbeeld een deel uit die stenen hè, kunnen omzetten in eigenlijk weer een soort nieuwe hypotheek. Dat is ook de vraag of dat je dan zo'n financieel product wilt. Hè. Dus er is een markt. Nou, uit onderzoek blijkt dat men hier ongeveer 25% in Nederland, van collega Henriette Prast, dus een substantieel deel in Nederland, heeft wel interesse in dit soort producten. En die zeggen van ja, als al dat geld in stenen zit en mijn pensioen wordt wat minder, dat wordt gekort, geen indexatie, nou, best interessant om toch dan weer dat geld beschikbaar te krijgen. Dus mijn verwachting is wel dat de komende jaren op deze markt wat dingen zullen gebeuren. Dus dat er initiatieven zullen ontstaan. Maar die markt is nu dus nog wel beperkt. Ik krijg ook altijd gelijk van ja, maar dit doet toch niemand. Het kan wel, maar er is een beperkte markt. Dan even twee plaatjes. Eentje is van DNB, de linkse. En de rechtse komt uit het woonrapport 2012. Om even een beeld te geven van ja, waar hebben we het dan over in Nederland? Wat zit er eigenlijk nog aan overwaarde in woningen? Want wat u leest in de media en in kranten, is dat ruim 1,2 miljoen huishoudens onder water staan. He, dat betekent dus gewoon dat de hypotheekschuld groter is dan de waarde van de woning. En dat klopt, zijn juiste cijfers. De andere kant van de medaille is wel dat er ongeveer, en het wisselt een beetje, maar 500 miljard op papier aan overwaarde is. In Nederland. Ook dat moet nog maar worden omgezet, want daarvoor moet je dus je huis verkopen, moet je goedkoper gaan wonen. Of, hè, dus, maar het geeft maar even aan, er zit overwaarde in stenen in Nederland. En dit plaatje geeft wat mij betreft het rechts ook heel mooi aan, als je ziet bij welke leeftijdscategorieën zit dat dan. Nou, ook logisch, vooral bij de wat oudere mensen, hè, want die hebben al langer de tijd gehad om te kunnen aflossen, of hebben dat al gedaan. Maar die hebben ook de goede jaren meegemaakt op de woningmarkt. He, ik heb zelf in 2006 een huis gekocht. Nou, niet ideaal een periode om te kopen. He, als je in 2008 ziet dat het naar beneden keldert. Je ziet het nu rustig aan weer een beetje opkrabbelen, maar nog. Dus dat maakt helemaal uit in welke periode je een huis koopt, uiteraard. En ook of je wel of niet aflost. Hier links zie je dat dus ook nog een keer. Hè. Dus de rode, hè, vooral de jongere generaties, hebben dus onderwaarde vaak. Hoeft niet erg te zijn als je daar net hebt gekocht en je wil daar nog 10, 15, misschien wel 20 jaar wonen. Prima. En we weten niet wat die markt gaat doen. Maar het is wel iets om rekening mee te houden. Hè, want we kennen natuurlijk ook het fenomeen scheiding. Hè, zodat je gedwongen je huis moet verkopen en je zit met onderwaarde, heb je wel een probleem. Dat zijn allemaal zaken die spelen. Maar dit is puur even om te laten zien dat er echt wel mogelijkheden zitten om die woning te verzilveren voor je pensioen. Dan de vijfde pensioenschijf. En dat is eigenlijk denk ik de meest onderbelichte en misschien ook wel een beetje de vreemde eend in de bijt. Want wat staat er? Doorwerken na pensioen. Maar pensioen is toch eigenlijk ook een fase van ja, dan ga je lekker zitten toch thuis. Dus waarom doorwerken? Dat is bewust gedaan. Ik zou het zelf ook anders kunnen omschrijven als vijfde pensioenschijf is het menselijk kapitaal. Dat is de kracht die je nog hebt om nog een beetje door te werken na pensionering. En dat kan op veel verschillende manieren. Hoeft overigens ook niet altijd betaald. Hè. Vrijwilligerswerk kan ook. Dat je meedoet in de maatschappij. En dat blijkt ook uit veel onderzoeken dat mensen dat prettig vinden. Leven lang leren. Ja, ik denk voor de jongeren die wel in de minderheid in deze zaal zitten. Maar studenten of die echt nog net beginnen op de arbeidsmarkt. Wat je ook wel ziet is dat het niet meer 40 jaar, mevrouw Kleinsma, de staatssecretaris zei het al, we werken niet meer 40 jaar bij één werkgever.
Ik werk zelf nu nog 3 dagen in de week hier bij de Universiteit in Tilburg en met 2 dagen ZZP'er, hè, voor mezelf bezig. Dus hybride werknemerschap, ondernemerschap. Je wisselt vaker van baan, van sector. Nou, dat zijn allemaal zaken om wel rekening mee te houden, maar ook, denk ik, van investeer vooral in scholing, bijscholing, omscholing. En dat kan dus dat je dat zelf doet, dat je daar aandacht voor vraagt. Dus spreek je werkgever eens aan van, joh, ja, ik zou het eigenlijk wel prettig vinden om eens een keer die cursus te krijgen. Of als je ondernemer bent, zelfstandige, hè, volg die workshop eens. En dat hoeft ook niet altijd direct, wat mij betreft, morgen toepasbaar te zijn. Ik zou ook zelf zeggen van, zoek iets wat misschien net buiten je eigen vakgebied ligt, maar waar je wel interesse in hebt. Dat kan bijvoorbeeld zijn, maar ja, ik hou zelf ook wel van een wijntje zo nu en dan, dat ik denk, nou, laat ik eens een cursus wijnproeven volgen. En wie weet, begin je daar ooit een handeltje in? Of even als voorbeeld, dat kan van alles zijn en dat kan voor iedereen anders zijn, maar dat wil niet zeggen dat je direct op je eigen werkterrein scholing zou moeten volgen. Deeltijdpensioen, dat hangt ook rond deze schijf, rustig aan met pensioen gaan. Want ja, we zouden allemaal wel zo lang mogelijk misschien door willen werken, of allemaal. Ik zou dat best willen, maar dat kun je niet volhouden als je iedere week 60 tot 80 uur werkt. Dus af en toe moet je even wat rust nemen en misschien moet je ook je werkende leven wat rustig afbouwen, in stapjes. Nou, dat zie je ook steeds meer dat die discussie opkomt. Ja, ik heb hier ook staan, dat hoeft ook niet via een werkgever te zijn. Het kan ook als ZZP'er, dus dan krijg je de AOW-ZZP'ers. Nou, een voorbeeld, u wellicht bekend van de AOW-ZZP'er bij uitzicht, vind ik altijd Mart Smeets. U wel bekend, hè? Die op een gegeven moment bij de NOS, de Tour de France, hè, vonden dat doet hij natuurlijk geweldig. Maar hij, ja, hij was daar in principe, zo heb ik het begrepen, niet meer welkom om in dienst te zijn. Maar als ZZP'er zou hij zich kunnen uithuren. Nou, dat zie je dus bij heel veel branches en vakgebieden ook gebeuren. Mensen die zichzelf gewoon als zelfstandige uithuren via die constructie. En het aardige is, en dat ligt eigenlijk al 2 jaar op de plank, wetgeving om door te werken na de AOW-leeftijd ligt eigenlijk al op de plank. Ligt nu bij de Raad van State, het adviesorgaan voor het kabinet van is dat deugdelijke wetgeving. Dat ligt er al, alleen het kabinet wacht nog heel even, omdat die natuurlijk ook ziet, ik hoorde toen straks iemand hier terecht zeggen, ja, het werk. We zitten natuurlijk ook wel met een werkloosheid in deze crisistijd. Dus het kabinet wacht misschien even tot het wat aantrekt en dan zal dat komen. En dat zal vooral betekenen dat het voor werkgevers makkelijker wordt om mensen weer na hun 67ste in dienst te nemen. He, bijvoorbeeld dat u dan niet meer nog heel lang ziektewetuitkering krijgt. He, de loondoorbetalingsverplichting van 2 jaar die er nu geldt voor werknemers. He, dat soort zaken dan voor die groep mensen wat anders wordt, wat flexibeler. Ja, en dan krijgen we dus steeds meer de Benidorm-basters op de werkvloer. En dat is hartstikke leuk, denk ik. Toch? Even wat gevoel bij cijfers, om hoeveel mensen gaat het die doorwerken naar pensioen. Dat zijn er, in 2013 waren dat ongeveer 186.000 mensen. En dat aantal groeit gestaag. Dat heeft natuurlijk 2 effecten, als er aandacht voor is of noodzaak. En het tweede is omdat we natuurlijk ook steeds meer oudere mensen krijgen. Hè, dus dan wordt die groep van 65-plussers ook steeds groter. Maar even voor het beeld, voor het gevoel. Dan tenslotte van deze 5e pensioenschijf, hè, het menselijk kapitaal, nog even een sociologisch onderzoek, het Nationaal Demografisch Instituut, die heeft een hele grote groep mensen vanuit de overheid 10 jaar lang gevolgd en ook van een aantal grote multinationals en hebben gekeken wat hebben die mensen nou de afgelopen 10 jaar gedaan. De sociologen die kijken, die volgen gewoon mensen, wat doen die? Nou gaat dit om een groep mensen die ook vaak recht hadden op nog FUT- en prepensioenregelingen, dus die mochten er al wat eerder uit dan 63 of 65. Maar het idee, ze hebben dat gemonitord en wat bleek daaruit? Dat heel veel mensen vooral doorwerken omdat ze het gewoon leuk vinden, omdat ze actief willen blijven. Maar er zijn natuurlijk ook, en dat is zeker bij de wat lager betaalden, die het gewoon financieel noodzakelijk vinden. Die zeggen het, dat is de groene balk, we doen het voor het geld. En zo zijn er allerlei motieven om door te werken naar pensioen. En dat noemen ze dan met een mooi woord, doorstarten naar pensioen. En Nidi zegt dat is een opkomend fenomeen. Het rechterstaatje kunt u misschien na een afloop of thuis als u de sheets downloadt nog eens nakijken. Kunt u zien waar mensen dan voor kiezen. Vaak is het in kleine dienstverbanden van 12 of 16 uur per week. Of als ZZP'er, soms nog als flexwerker. Dus dan ziet u een beetje hoe dat uitstroomt. Kom ik een beetje aan het einde van mijn betoog en vooral, oké, dan heeft u gehoord dat eigenlijk pensioen meer is dan een werknemerspensioen. Ons appeltje voor de dorst, hè, Bastiaan zei het al, dat versobert, dat wordt misschien wel wat minder, maar hoe erg is dat nou? Dus er is eigenlijk een hap uit, maar het is nog wel sappig en goed. En zeker als je dat in een breder perspectief beziet. Alleen, wie gaat u nou vertellen hoe dat bij u zit? Want het lijkt er wel allemaal steeds complexer door te worden. Nou, het aardige is, steeds meer organisaties en instanties gaan u daarbij helpen, vooral online.
Gewoon gratis tools waar u gewoon net als mijnpensioenoverzicht.nl kunt inloggen, kunt kijken hoe het voor uw situatie is. Nou, zo ook het Nibud en Wijzer in Geldzaken, die hebben de pensioenschijf van vijf die we hebben bedacht, hebben ze gezegd, hey, dat initiatief ondersteunen wij. Mogen wij daar een mooie rekentool van maken voor consumenten? Toen hebben wij gelijk gezegd, ja uiteraard, graag, een beetje meegekeken. Zo ziet er dat even in een plaatje uit, dit is gewoon een fictief voorbeeld, hè. Al heb ik even ingevuld van een paar simpele vragen loop je door. Hè. Van, bent u in het buitenland geweest een aantal jaren? Heeft te maken voor je AOW dat die dan wat wordt gekort? Mevrouw Kleinsma? Nee. Maar de AOW, een paar simpele vragen. Waar het natuurlijk wat lastiger wordt, is uw werknemerspensioen. Dan moet u even inloggen op mijnpensioenoverzicht.nl. Haalt u daar wat gegevens op. En dan de laatste schijven die ik heb behandeld, daar moet u toch een inschatting maken van hoeveel geld hebben wij straks beschikbaar vrij dat we willen besteden aan pensioen. Wat zit er in je huis? Wil ik nog wat bij blijven verdienen? Nou, kunt u het over hebben thuis samen, vanavond of een andere winterse dag straks. En dat is echt een kwartier, half uur tijd, krijg je daar al behoorlijk globaal inzicht. En het aardige daarvan is dat inzicht kan helpen om er iets mee te gaan doen. En om misschien te zeggen, nou, misschien moeten we een adviseur in de hand nemen. Dat kan, hoeft niet, hè, maar u kunt wat meer zekerheid krijgen over uw toekomst. Het allermooiste is, in deze pensioendriedaagse heeft het Nibud geregeld dat niet alleen de inkomstenkant beschikbaar is, hè, dus die vijf inkomstenbronnen die ik met u, in ieder geval de grootste deel, de nieuwe ingrediënten heb besproken, hè, dat u die zichtbaar krijgt en kunt invullen. Nee, maar het allermoeilijkste is de uitgaven. Want wat heb je nu eigenlijk nodig als je met pensioen gaat? Nou, dat weet je niet. Ik niet, ik ben 34. Ik denk als je 50 bent, dat je daar ook nog weinig gevoel bij hebt. Nou, je zou het dus aan je ouders kunnen vragen natuurlijk. Maar het Nibud is natuurlijk wel de instantie bij uitstek die net ook voor studenten allerlei inzicht biedt van wat geven die uit aan kleding, aan mobieltjes. Nou, dat hebben ze ook voor 65-plussers gedaan. Hebben ze mooi in een tool gezet en gezegd, nou, gezien uw situatie, dan geef je je leeftijd in, je inkomen. Vergelijkbaar persoon, hè, we houden van vergelijken in Nederland, leren we ook uit de gedragseconomie, besteedt aan huur €700 of aan rentelasten. En dan kan ik zeggen, nou, wat verwacht ik? Nou, ik heb hem op nul gezet, omdat, ja, als je een huis koopt nu, moet je verplicht aflossen in al die jaren. Dus dan heb ik geen hypotheek meer, ga ik even vanuit. Dus dan zijn dat geen lasten. Nou, de tweede is bijvoorbeeld energie. Energie is juist een last die vaak wat hoger wordt als je ouder wordt. Blijkt uit onderzoek. En dan wil je het wat warmer hebben. Hoe ouder je wordt, hoe hoger de energierekening. Overigens in het algemeen is het zo. Dat is een onderzoek van Arjan de Soede van het Cultureel Planbureau, als ik het goed zeg. Sociaal Cultureel Planbureau. Die heeft onderzoek gedaan van, en die zegt eigenlijk dat de inkomensbehoeften van ouderen van mensen afneemt naarmate ze ouder worden. Dus, nou, maar deze post, en zo zijn er nog een paar, hè, vult u redelijk snel in. Dus eigenlijk wordt het al voor u ingevuld. U hoeft alleen maar even te kijken, geldt dat ook voor mij? Ja, en het is een indicatie, maar uiteindelijk komt daar een totaalbeeld uit. En daarmee kunt u denk aan de slag. Redelijk eenvoudig. Ik denk in een kwartier, half uur, bent u al redelijk ver. Ik ga afronden, want hè, de lezing begon met het pensioen bij jezelf. En ik denk dat dat dus te maken heeft met een veranderende arbeidsmarkt. Maar ook voor nieuwe generaties die nog veel jaren te gaan hebben. Er verandert veel. En pensioen is vaak een resultante van je arbeid die je verricht. Of dat je nou werkt als werknemer of als ondernemer. Het gaat erom, vanuit daar kun je wat pensioen opbouwen op verschillende manieren. Maar ook, hoe zit je erin in je financiële planning? Hoe ga je daarmee om? Hoe kijk je daarna? Wacht je tot je 64 bent en zeg, ik heb het tekort? Of begin je gewoon op je 35ste of 40ste te kijken van, nou, hoe zit het eigenlijk? Moet ik wat gaan sparen of niet? En hoe wil ik dat doen? Collega Bovenberg, die 14 november hier een oratie gaat geven, een dubbel oratie voor het hoogleraarschap pensioeninnovatie ook, een mooi woord. Die gaat ook kijken wat we op de wereld allemaal innoveren op pensioengebied. Die heeft wat mij betreft een hele mooie quote laatst in een blad gepubliceerd. Die zei, in plaats van meer financiële besparingen gericht op rentenieren, vraagt vergrijzing vooral om het ontwikkelen, koesteren en benutten van menselijk kapitaal. En eigenlijk zit daar ook een beetje in, Bastiaan zei het al, met die hele lage rente is pensioen enorm duur kapitaal. Als we nou eens kijken of we niet een deel wat meer in mensen kunnen investeren, dus wat meer scholing, bijscholing, verschuiving van financieel kapitaal naar menselijk kapitaal. Ik zou daar zelf erg voor zijn. Dus nou, die resultanten heb ik het over gehad. En dat brengt mij tot de conclusie van, ja, je pensioen ben je zelf. En het is eenvoudig om eraan te werken. Dank u wel. Dank je wel.